Zit. Goed zo, pootje. Goed zo, grote meid. Nou ja, dat is ook dus een salade. Kijk, zo'n hele kant-en-klare maal. Ja, lieve vrienden, het is maar weer bar slecht weer. Het is trouwens vandaag dinsdag 4 februari en we leven om 16 minuten over 2 en ik moet opschieten, want Sandra die komt straks weer en ik geloof dat ze een stagiaire meeneemt. De Nes komt er ook eentje heel hard aangerend vanaf de bank en die stuift achter me langs en daar zit ze. Dus jullie zien, ze kan het zelf. Het is enkel even lui, al vrouwtje, het is wat makkelijker, hè? Dus ja, helemaal geweldig. Blijf van die plant af, Rijka. Goed zo. Ik ben ook even met eten voor hun bezig. Ik ben laat, want ik had last van mijn maag afgelopen nacht. Het zuur tot en met. Dat was niet fijn meer, nee. Maar ja, het gaat nou wel weer. Dus ja, we gaan gewoon door met die banaan. En ik laat straks Sandra even deze vasthouden, deze camera. Die oude mobiel op die statief. Zodat ik het kan laten zien met Rijke wat ik haar geleerd heb in zo'n drie kwartier tijd. Ja, dat laat ik dan even zien. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot dan. Doei, doei. Nou, daar ligt Rijke, zoals jullie al licht al zien. En Sandra die zit achter me. Die mag niet op de camera, maar haar voetjes wel. De voetjes wel. Hoeven niet. De voetjes wel. De voeten hoeven niet. Maar Sandra die pakt mijn camera zo meteen over en dan zal ik laten zien wat ik met Rijka ga doen. En dat is dat ze mooi gaat zitten en een pootje gaat geven. Dus ik zal haar op de grond zetten. Ga je gang, meisje. Ik moet ook even het snoepje pakken. Kom je? Wat zwaar is, schat. Zeg maar dag allemaal. Rijka. Ga zitten. Ga zitten. En dan zal ik beleven en ze helemaal geen zin. Kom dan. Ga zitten. Kom eens. Zit. Goed zo, pootje. Goed zo, grote meid. Hé? Is lekker, hè? En dan moet je nog meer, hè? Ja. Gaan we doen dan? Gaan we doen dan? Ga eens mooi zitten. Ga eens zitten. Hallo, Rijka. Ga zitten. Ga zitten. Goed zo. Dankjewel. Grote meid, hè? Nou ja, hartstikke goed. Knap, hoor. Hé, hey, grote meid, hè? Ja. Grote meid. Knap, hoor, Rijka. Dankjewel. Grote meid. Klaar. Klaar. Ja, klaar. Klaar. Ja, lieve vrienden. Sandra met de stagiaire zijn weer net de deur uit. Ik ga Rijka zometeen weer lekker alleen laten, want ik ga naar de Dekamarkt toe om boodschappen te doen. En tussen 5 en 6 moet ik weer naar de FOMA, want ik heb daar weer wat gekocht vannacht. Ja. Of tenminste vannacht, nee, het was gisteravond nog. Ja, het was nog geen 12 uur hoor. Nee, dus gisteravond nog. Dus dat is maar 4 euro. Ik weer een tasje met boodschappen. Dus ja, wat erin zit, dat zien we dan samen wel weer. Ja, gaan we gewoon samen weer bekijken. Hartstikke leuk en gezellig. Voor nu ga ik weer afsluiten, want ik moet naar de wc. Rijka die is buiten in de tuin. Ik heb druk, want ze moet eigenlijk ook nog uitgelaten worden. Ben ik nog niet aan toegekomen, nee.
Maar ja, de tuin is groot genoeg, daar kan ze het ook wel doen. Maar als het eenmaal goed droog is en de temperaturen wat hoger worden vanwege mijn duim, want ik moet nog steeds handschoenen aan, dan kan ik de tuin weer opruimen. Ja, en dan hoop ik dat ik er kan leren om aan één kant haar behoefte te doen. En dat is links en niet over de hele tuin verspreid. Nou is het zoeken. Frodo die deed het aan die kant, ja, de linkerkant van de tuin. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. Het is hier nu prachtig mooi weer, de hemel is blauw, het zonnetje schijnt. Wat willen we nog meer? De regen is momenteel al voorbij. Er liggen nog wel plassen, de weg is nog drijfnat, maar het is prachtig mooi weer. Daar zijn kindertjes, gaan we niet doen. Niet met kinderen die de andere kant op vloggen. Dat kan wel. Dat kan wel, dat kan wel. Nou, het zonnetje schijnt zoals jullie dat kunnen zien. Ja, toch? Ja. Dus, maar in ieder geval. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben eerst dus naar de Dekamarkt geweest. Daar heb ik dit mikmakkie opgehaald. En toen thuis gebracht. En toen ben ik gelijk weer weggegaan. En dan heb ik hier ook weer een tasje van de Fomar. Is dat even chocken klem? Nu ga ik eerst even met Rijka uit. Even lopen. En dan... daarna gaan we de boodschappen opruimen. En laat ik jullie dat van de Fomar even zien. Wat het allemaal weer is. En wat de prijs ervan is. Kunnen we weer rekenen. Gezellig. Ik ga nu dus eerst zelf naar de wc toe. En dan pak ik gelijk haar tuigje. En dan gaan we lopen. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben een kwartiertje thuis en ja. Ik moest even bijkomen, want ik heb nog niet eens koffie gemaakt. Want ik had zulke koude handen, ondanks dat ik wel mijn handschoenen aan had. Ik heb niet de statief gepakt, want daar ben ik gewoon te moe voor momenteel. Maar ik laat het jullie wel even goed zien. En ik wil nog koffie maken. Ja, dus even herrie van de waterkoker om ons heen. Kan er niks aan doen. En er is hier een poezebeetje aan het zeuren. Van ik wil eten. Nou, die wacht nog maar even. Ja. Even koffie. Staat er ook op. Ja, staat gewoon op tafel. Suiker, koffiemelkpoeder. En zoetjes voor degene. Ik hoef dat er allemaal niet in. Ik heb er geen suiker in, ik heb er geen melk erin, niks. Gewoon puur natuur, zwarte koffie. Ja. Nou, dat... we gaan met de Fomar beginnen. Als ik het zo voel, dan is dat een doosje gebak. Ik weet van niks. Nou, dat is al 4,99. Ja? Zeggen ze dat afgeprijsd is, hè? Ja, nou 3,24. Nou, dat vind ik ook nog wel even goed wat. Maar 4,99, dat is echt maar 5 euro. Vlees. Een schnitzel. 2,51. Wat gaat in de vriezer? Oh, als je het visite krijgt. Ja! Sla! Prijsloos. Dat lijkt me stug. Nou ja, er staat geen prijs op. Sjaartje. Nee, er zit geen prijs op. Nou ja, ga maar kijken bij de winkel wat het kost. Misschien één nog wat, 1,20 of zoiets. Ik weet niet. Wat is dit?
Oh, er wil er één in. Dan weet ik niet waar. Ik heb even naar de kant in. Oh, hier ook. Dat was de kandel. En daar is het water. Even koffie. Zo. Dit is ook sla met nootjes of weet ik van wat er doorheen bij, een zakje. Nog een zakje met weet ik van wat en een zakje met saus. Nou ja, dat is ook dus een salade. Kijk, zo'n hele kant-en-klare maalbak. Nou, even die andere salade er even op. Gaan we weer graaien. Hoe heet dat? Fruit. Fruitmix. Ken ook door de sla? Ja, waarom niet? Zolang er maar geen banaan in zit. Ja, kiwi. Nou, dat gooi ik wel eruit. Dat lust ik niet. Weer graaien. Weer een pak. Vlees. Weer. Het is ook biologisch. Rundepalet. Van 4,13. Ja, maar dat daar trouwens ook al geen prijs op staat. Kon ik ook al niet vinden. Op die bak. Er staat ook geen prijs op. Is dat balen? En op dit bakje ook niet. Ja, dat staat natuurlijk op die randen, hè. Nou, kunnen jullie dat nagaan? In jullie winkel? Deze fruitmix. Kijken hoe zwaar het is. En ga even in jullie winkel kijken. Ja? En dat is met deze salade net zo goed. Kijk in jullie winkel wat het kost. Ook deze zak met, dit is slamelange. Dus, nou gaan we weer graaien. Oei. Dit is ook een snitsel. Het is allebei een snitsel, maar de ene is groot en de andere is heel klein. Deze hadden jullie al gezien. En deze die ik nu in mijn handen heb is 3,16. Zo is het wel hoe kom ik aan mijn vlees? Ik hoef geen vlees te kopen. Bij mijn normale... Hij is leeg. Nou, drie dingen kan ik niet optellen. 5 euro. Ik pak mijn rekenmachine er even bij. Moment. On. Nou, 4,99, ik reken 5 euro. Ja, dus is 5,00. Dan krijgen we. Wat heb ik nog gedaan? Ik ben er alweer af. Oh jee. 5,00 plus 2,51 plus 4,13 plus 3,16. Nou ja, ik weet echt niet wat dit kost. Dat kan ik er niet bij oprekenen, helaas. Net zo min als die sla, weet ik ook niet. Maar ik kom even zien, is 14,80 nu. Maar dan moet het andere er eigenlijk nog bij opgerekend worden. Dus zeg maar 20 euro, ja.
tegen de 20 euro, zoiets. Ik weet het niet, echt niet. Maar in ieder geval, ik heb betaald 4 euro. Toppie toch? Zo kom ik wel, kom ik het wel door. Nou moet ik het nog een plekje in de vriezer geven. Ook dat nog. Dus, maar dat komt goed. Ja hoor, gaan we doen. En dan heb ik mijn eigen boodschappen nog, moet ik nog opruimen. Dat ik het voor vandaag wel weer gehad. Ja. En dus, we gaan de boel opruimen. En ik zeg aan jullie een hele fijne, liefdevolle avond. En ik moet ook nog eten klaarmaken. Het is al 6 uur geweest. Ik had eigenlijk vanavond willen koken. Maar dat wordt het hem niet. Ik heb een bek of pijn in mijn rug. Je wilt niet weten. Maar oké, morgen weer een dag. Morgen is het woensdag. Dan gaat Dino ineens aan en uit. Nou, ik niet weten. Maar in ieder geval, morgen komt Rebecca weer. Om 1:30. Dus moet ik op de tijd eruit. Dan ga ik morgen. Even zien. 1, 2, 3, 4 lapjes zijn dat. Dat ga ik nou gewoon in de koelkast leggen. Varkensfilet lapjes. Ga ik lekker braden. Bakken, braden, het is maar hoe je het noemen wilt. En dan, die gaat daar naartoe. En dan met tuinboontjes ga ik openen. Ik heb een potje tuinboontjes. Een halve rokkost in kleine stukjes snijden. Een sipeltje, oftewel een ui. Ik weet niet hoe groot ze zijn, leg eraan. Misschien 2, misschien 1. In stukjes snijden. Dat ga ik bakken. Daarna komt er nog een paprika er doorheen. Enkel helaas is die groen, maar ook die moet op. Gaat er ook doorheen. En dan op het laatste tuinbonen. Die groene platte dingen, weet je wel. Lekker, een beetje kruiden. Heerlijk. Mensen die een hekel aan tuinbonen hebben. Die hebben het nog niet op die manier gegeten. Dus het op die manier eet, is het heerlijk. Net zo min als spruiten. Er zijn heel veel mensen die moeten geen spruiten. Omdat ze bitter van smaak zijn of wat dan ook. Dat is bullshit. Ja. Ga toveren met je eten. Maak er een feestje van. Het is spekjes bakken. Heet dat niet in huis, wel een rookworst, neem je een rookworst. In stukjes snijden, bakken, ook een siepeltje, zeker een ui, ik noem dat een siepel. Bak je ook in stukjes, met currypoeder, paprikapoeder, wat peper, niet te veel, want anders brand je je mond uit, dat hoeft ook weer niet. Ik doe er ook gewoon nootmuskaat bij, omdat je normaal noot door je groenten doet. Nou, kun je dan met bakken al doen. Als je dat klaar hebt en je spruiten zijn gaar en afgegoten, dan doe je dat hele mikmakkie. Doe je spruit heen, niet met een lepel omscheppen, nee, even opschudden. Dan gaan je spruiten kapot, is ook zonde. En moet je zien wat voor een feestje jij op tafel zet. Oké, er een paprika er doorheen doen, een rode of een gele, wat maakt het uit? Als het me leuk staat. En ik zeg altijd, bij groen kun je het beste rood doen. Maar ja, ik heb nou nog een groene leggen. Dus ja, nou ja, het moet op en de paprika is bij mij een paprika. Maar als je gasten hebt, ja, doe er dan een kleurtje er doorheen. Is dat leuk? Is dat gezellig? Maak er een feestje van. Doe ik ook. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Doe ik ook verder. Ik ga de rest van de boodschap opruimen, dat opruimen. En tot later, zo zeggen, ja, we zien elkaar wel weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Het loopt tegen 2:30 aan. Ik zal even kijken naar de juiste tijd. 2:24 en er zit er eentje te piepen. Die is druk bezig de rij gaan verzorgen, want we zijn net wezen lopen. Dus zijn we net binnen, dus ja, ik heb het nogal koud. Straks val je van de bank af.
En dan leg ik in een deuk. Want dat doe je jezelf aan. Maar oké, okay, ja, en Ewen die zit achter de bank op de vensterbank. Ik weet niet of jullie haar zien zitten. Hey, hallo, met je koude pootjes. Hey, koude pootjes. Je koude pootjes. Ja, je koude pootjes. Ja, koude pootjes. Oh, oh. Mama meid. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele goede nacht. En slaap prachtig graag tot aan de andere kant van de nacht. Dat was Rijka, die kwam met de neus tegen mijn draaipot aan. Dus ja, daar kan ik niks aan doen, dat heen mijn dieren. Niet spijten! Doet auw! Ja! Ik heb ook nog een voel. Ja, ik heb ook nog een voel. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei! Zeg eens dag. Zeg maar dag. Dag allemaal. Ja, ga maar achter heel in aan. Doei, doei!